Doe mee aan het Leiden Leadership Program. Als jij graag wil weten in je studententijd wat voor leider je volgend jaar kan zijn. Als je jezelf wilt leren kennen en zeker als je ambieert toekomstig leider te worden. Als jij een gemis aan praktijkervaring wilt aanvullen met een unieke leiderschapservaring die je nergens anders zult treffen. Het Leiden Leadership Program biedt je de gelegenheid om achter de schermen bij de leiding van organisaties en bedrijven te kijken en zo te ervaren wat leiderschap betekent in de complexe werkelijkheid. Om je leiderschapskwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen bestaat het programma uit 4 samenhangende onderdelen. Individuele ontwikkeling, vaardigheidstraining, kennisseminars en de praktijkopdracht. In het programma besteden we aandacht aan de individuele ontwikkeling door het afnemen van een zelfassessment door de studenten. En het zelfassessment is de basis voor het persoonlijk ontwikkelplan dat de studenten zelf zullen opstellen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze van 3 of 4 invalshoeken worden bekeken en zij moeten daar een consistent verhaal van maken. Want uiteindelijk zijn zij degene die zichzelf het beste kennen. Vervolgens zullen ze in gesprek met docentcoaches hun eigen ontwikkeling monitoren en ook vervolgens verder invulling geven. Persoonlijke ontwikkeling heb ik eigenlijk wel vooral doorgemaakt op het feit dat je leert hoe je zelf communiceert en hoe je overkomt bij anderen. Dus je kan ook bewust anders handelen in bepaalde situaties. En ik denk dat dat heel goed is als je ook in het bedrijfsleven of in de overheid straks werkt. Nou, de vormen van de vaardigheidstrainingen die we geven, die zetten we eigenlijk in een rij. We beginnen met onderhandelen, interviewtechnieken, feedback geven, feedback krijgen, waarderen, hoe geef je waarderen. Maar ook luisteren, supportive listening. En dan eindigen we eigenlijk bij motiveren en bij excelleren. Wat is dan excelleren en hoe pakken we dat aan? De vaardigheidstrainingen zijn een aanvulling op de studie, omdat je heel praktijkgericht eigenlijk al aan de slag gaat. Je krijgt allereerst wel een beetje theorie van hoe het psychologisch in elkaar zit, hoe mensen kunnen reageren op elkaar. Maar je ondervindt het ook echt zelf. En je ondervindt het bij anderen. En door met elkaar erover te praten en hele dagen bij elkaar te zijn en ermee te oefenen, merk je dat het uiteindelijk een tweede natuur gaat worden. En dat vind ik best knap binnen een half jaar met dit soort praktijkervaringen. Ja. De kunst van goed leiding geven is dat je permanent in opperste eerlijkheid naar jezelf kijkt. Hoe heb ik dit nou gedaan? En hoe had ik dit beter kunnen doen? En hoe beter jij dus naar jezelf kijkt en ook die vaardigheid hebt, want dat is eigenlijk de grondtoon van al die vaardigheden. Hoe beter je dat bij jezelf ziet en als het ware leert objectief naar jezelf te kijken, hoe betere leider je ook wordt. Het doel van de kennisseminars is om kennis bij de studenten te brengen. En daarbij onderscheiden we theoretische kennis en praktische kennis. Er zijn bibliotheken volgeschreven over leiderschap. Dus daar filteren wij uit wat voor de student relevant is. Voor zowel zijn eigen ontwikkeling op het gebied van leiderschap als voor de praktijkopdracht waar hij zij mee bezig is. En tegelijkertijd proberen wij sprekers uit de praktijk naar ze toe te brengen, om juist vanuit de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan over jaren als leider bij de studenten te brengen, zodat ze ook daarvan kunnen leren. Toen Friesland en Campina bij elkaar kwamen, kan je dat vergelijken als een Ajax Feyenoord? Je leert van deze mensen die bij het seminar komen eigenlijk heel veel praktische zaken. Hoe ga je om met reorganisaties? Wat zijn de keuzes? Maar ook hoe reageren eigenlijk werknemers op veranderingen. Heb ik ook veel situaties wel meegemaakt waarbij vertrouwen niet vanzelfsprekend aanwezig is. De theorie die we eigenlijk hebben gekregen en die we ook een klein beetje zelf in de organisatie zien met onze stage, krijg je nu ook nog op een andere manier terug in de praktijk. Die 20% die echt wil veranderen, daar moet je je op richten. En ik hoop dat jullie dat als young professionals ook massaal gaan doen. En het mooie daarvan is dat je meteen ook het eindresultaat vaak van hun te horen krijgt. En al hun do's en don'ts eigenlijk. En wat wij met de praktijkopdracht voor ogen hebben is dat de student een kijkje in de keuken krijgt van de organisatie. En daar niet alleen, zoals in het reguliere programma vaak gebeurt, een stage loopt. Maar echt dicht bij het leiderschap komt. En daaruit leiderschap van dichtbij te zien. En de complexiteit die daar in een echte organisatie bij komt kijken. Ik ben met 2 medestudenten zijn wij gestationeerd bij het UWV.
En het leuke is eigenlijk van onze opdracht dat we nu zowel bij het UWV naar leiderschap kunnen kijken over voor alle veranderingen voor de organisatie, maar ook bij gemeenten. Ik kan studenten aanraden om mee te doen aan het Leiden Leadership Program, omdat wij kennis en praktijk op zo'n manier integreren dat het voor een student een interessante en unieke ervaring is naast de reguliere studie. Het unieke aan het Leadership Program is dat je als een tegelijkertijd insider en outsider in een bedrijf of overheidsinstelling mag meekijken. Het Leadership Programma is uniek omdat je jezelf leert kennen. En omdat je jezelf leert zien in de context van de praktijk. En dat je daardoor kan experimenteren of je een goede leider bent of niet. Heb je goede resultaten in je bacheloropleiding? En ben je het komend jaar ingeschreven als masterstudent in Leiden? Kijk dan op onze website en meld je aan voor het Leiden Leadership Program.